En in deze video ga ik je laten zien welke producten ik heb opgemaakt deze maand en welke favoriet zijn. Zoals elke maand laat ik weer zien welke producten ik heb opgemaakt en welke de favoriet zijn. Ik merk wel dat deze video's minder bekeken worden en wordt ook aangegeven dat deze video's toch wat minder leuk zijn. Daardoor ben ik even in twijfeling of dit volgend jaar nog verder gaat. Natuurlijk, in december komt er een favoriete van het hele jaar. En zal er ook nog wel een opgemaakt video komen. Maar voor daarna weet ik het nog niet zo goed. Dus mocht je leuke ideeën hebben om dit er in een ander format te gieten bijvoorbeeld. Of dat ik hier iets anders mee kan doen. Laat het me dan vooral weten. Want ik ben er zelf heel erg mee bezig hoe ik dit leuker, beter kan maken. Zodat meer bekeken wordt deze video's. En dat jullie het ook leuker vinden. Dus laat het vooral even achter als je daar een idee op hebt. Misschien dat ik het helemaal skip. Misschien dat ik het in een ander format giet, zoals ik net al zei. Ik ben daar nu mee bezig. Dus ja, laat het vooral even weten wat jij graag ziet. Wat je leuk vindt of nog leuke ideeën hebt. Dus alvast bedankt als je daar een reactie over achterlaat. We gaan gewoon snel naar de favoriete en opgemaakte producten. Het is niet heel veel, maar wel een aantal hele mooie producten. Dus ik ga het gewoon even laten zien. Als eerste natuurlijk al dit doucheproducten. Ik heb een crèmespoeling opgemaakt. De André Lon Oil en Care voor pluizig en droog haar. En deze rook vooral heel erg lekker. Ik ben sowieso fan van de André Lon crèmespoeling. Alles smaken en geuren en dingen vind ik heel erg fijn. Maar deze rook vooral heel erg lekker. En dan heb je hem eigenlijk al, dan vind ik het altijd al prima. De geur was lekker, de werking was goed. Dus deze is heel erg fijn. Dan heb ik de Purity Made Simple opgemaakt. Mijn favoriete gezichtsreiniging. Op het moment heb ik een ander ingebruikt, die komt zo ook nog voorbij in deze video. Maar deze vind ik heel erg fijn. Die is heel mild voor de huid, maar reinigt mijn huid wel goed. Jullie weten dat ik hier wel goed te spreken over ben, dus deze is heel erg fijn. Dan heb ik een Dove Deo opgemaakt. De Go Fresh, ook wel bekend, de groene Dove Deo's. Ik gebruik nu zo'n, niet een stick, maar meer zo'n crème of zo, crème deo, volgens mij heet dat zo. En soms vind ik het fijn om daar deze dan nog overheen te doen als ik toch een wat extra bescherming tegen zweet wil hebben. En die is nu op, dus ja, ook gewoon een prima deo. Dan heb ik een dag- en nachtcrème. Die is niet op, maar die doe ik gewoon weg. Zoals je ziet zit er nog wat in. Ik heb er wel heel veel ervan gebruikt. Dit is namelijk dag- en nachtcrème met tea tree van Kruidvat Eigenlijn. Dan betaal je voor een pot van 100 ml betaal je een paar euro. En normaal gebruikte ik altijd die van de Body Shop. Daar kom ik zo nog op terug. Die was op en ik had geen zin om een nieuwe te kopen. Ik dacht, nou hop, ik ook deze gewoon gemakkelijk bij de Kruidvat. Maar ik merk gewoon verschil. Dat ik meer puistjes kreeg. En ik dacht, nee, ik moet hier gewoon mee stoppen. En weer die van de Body Shop kopen. Dus een prima dag- en nachtcrème als je niet zoveel nodig hebt voor je huid. Maar mijn huid heeft gewoon wat meer nodig tegen puistjes. Dus dan werkt deze net niet goed genoeg. Wel heel goedkoop en ja, prima. Ja, niet heel boeiend, maar ik doe hem nu dus weg. Dan een eyeliner die op is. Hij is niet op, maar die moet je om de zoveel tijd vervangen. En dat was nu het moment. Dit is namelijk de Miss Sporty Cat Eyes Liner. En die vond ik heel erg fijn. Gewoon prima. Met zo'n filterstiftje, dat vind ik echt geweldig. Zet een goede punt. Blijft goed zitten. Wel als je een keer over je ogen gevrijft, is het snel weg, zeg maar. Maar als het goed ingetrokken is, dan kan je nog wel zachtjes eens in je ogen wrijven. Gewoon een prima eyeliner. Heel goedkoop en daar hou ik van. En hij deed prima zijn werk. En dan is het mandje leeg en ga ik verder naar de favoriete producten. Als eerst heb ik een shampoo van Kerastase, zoals je het zo goed uitspreekt. Hartstikke duur. Ik heb ook niet zelf gekocht, maar gekregen. En ik vind het wel heel erg fijn. In mijn reviews schreef ik ook al, zou ik het geld eraan uitgeven? Dat niet. Maar hij ruikt lekker, hij werkt fijn. Dus ik vind het wel heerlijk om ermee te douchen. Daarnaast voelt mijn haar gewoon zacht en fijn. En iets stugger dan dat ik het bijvoorbeeld met een André Lon shampoo en crème spoeling doe. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. En vooral de geur vind ik heerlijk. Dus deze. Zoals ik net al zei, heb ik nu een andere face wash in gebruik. En dat is Angels on Bare Skin van Lush. En dat is deze. Ziet er zo uit. Ziet er een beetje raar uit. Het is ook een hele harde structuur. Een beetje een soort als deeg. Kan ik het beste omschrijven. En je pakt dan een klein plukje. En die maak je dan onder de douche een papje van. Met je vingers en wat water. En dan kan je hem opsmeren. Ik vind hem heel erg fijn. Als ik het afspoel, voelt mijn huid heel zacht en gevoed. Dus ik vind hem de werking echt geweldig. Maar ik vind het maken van het papje soms net wat te veel gedoe. Want als ik dan bijvoorbeeld Purity Made Simple doe, gewoon smeren en klaar. Maar nu moet ik eerst haken met een papje te maken en zo. Nou ja, goed. Dus dat kost wat extra tijd. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. En ik merk ook dat mijn huid er goed op reageert. Dus ja, deze vind ik heel erg fijn. En ik ben
fan van Lush, dat weten jullie allemaal wel. Dus ja, deze is heel erg fijn en zeker favoriet uit deze maand. Terugkomend op de dagcreme ook meteen, heb ik ook deze weer als favoriet. De Tea Tree Blemish Fade Night Lotion. En dit is zo'n klein tubetje en dan pomp je wat op je handen. En ik vind deze heel erg fijn. Ik heb er nu ook 3 in huis. Ik dacht, hij mag niet weer opraken. Maar deze doet echt heel veel goeds voor mijn huid. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus voorlopig ga ik deze ook gewoon nog gebruiken. Dan heb ik ook een foundation. Deze van Catrice zit in een mooi glazen potje. Dit is de Even Skin Tone Beautifying Foundation. Ik vind hem heel erg fijn. Je kon mijn review al lezen. Ik zet trouwens over alle items op mijn site een lijstje met alles wat ik noem. En eventueel daarachter of ik een review van heb geschreven dat je meteen door kan klikken om die te lezen. Mocht je ergens wat meer over willen lezen, dan kun je daar dus even daarvoor naar mijn site toe. Maar in de review schrijf ik al dat ik hem heel erg fijn vind. Dekking is goed. Ik draag hem vandaag ook. De geur vind ik echt hij is heel zoet qua geur en het is best wel een typische geur en dat blijft ook een beetje in mijn foundation kwast zitten. Dus als ik dan de volgende dag geen foundation gebruik, ruik ik alsnog die geur. Maar goed, op die geur na vind ik hem wel heel erg fijn en hij is niet zo duur, dus ja, echt een aanrader wel. En dan heb ik nog een beetje product, namelijk de eyeliner van Primark. Die kreeg ik van Noël in de swap. Die video kon je al zien. Ja, ik vind hem heel erg fijn. Hij is niet intens zwart. Maar ik heb hem nu, draag ik hem ook trouwens. Hij zet een mooi strak lijntje. Blijft goed zitten. Ja, echt geweldig. Heel erg mat is die ook. En ja, dat voor 2 euro. Ik vind hem echt heel erg fijn. Dan gaan we verder naar de fashion en sieraden en zo. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel. En dat komt omdat ik mijn kast natuurlijk grondig heb opgeruimd. Je kon daar al de video's van zien, de 4 video's. En nu kan je ook op Instagram kan je, de kleren die ik wegdoe, kan je kopen. Dus als je dat nog niet wist, dan weet je dat nu. Maar daardoor, doordat ik mijn kast zo heb opgeruimd, heb ik weer allemaal nieuwe dingen ontdekt. En heb ik heel veel dingen gedragen. Dus niet specifiek wat normaal dit is. Bijvoorbeeld heel vaak hetzelfde blouseje of heel vaak dezelfde broek of zo. Ik heb heel erg gewisseld en een beetje aan het kijken met outfits en zo. Dus eigenlijk is de favoriet die serie, zeg maar het opruimen van mijn kast. Daar ben ik heel erg blij mee. Daardoor heb ik toch meer idee van wat er in mijn kast ligt. En daardoor draag ik ook meer verschillende dingen. Maar wat wel echt een favoriet is van deze maand, die ik ook deze maand weer heb herontdekt, kon je al lezen in een artikel, zijn deze hoge laarzen. Die kocht ik 2 jaar geleden, denk ik, bij de Van Haren. En ze zijn hoog, komen bij mij onder de knie. En ik vind ze echt geweldig. En het is nu ook weer helemaal hip. Het was een tijdje geleden toen ik deze kocht, was het ook hip. Maar nu is het weer helemaal terug van niet echt weg geweest, maar goed. Maar ik vind ze heel erg fijn, heel erg mooi. Ik draag ze vaak. Ze zijn ook echt warm bij je benen. Ja, geweldig. Dus ik ben hier heel erg blij mee dat ik die niet weg heb gedaan. En dit was het. Ik hoop dat je hem leuk vond. Volgende maand dus de favorieten van heel 2015. Dus vergeet niet te abonneren om die ook te kunnen zien. Dat wordt een hele volle, leuke, gezellige, met heel veel liefde video. Dus dat was het voor nu. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer.